Onlangs stond op de markt in Woerden een mobiele composteerinstallatie. Wie dacht een high-tech apparaat aan te treffen had het mis. Het was meer een gimmick om nog eens de aandacht op het scheiden van groente, fruit en tuinafval te vestigen. We staan hier in Woerden om het GFT afvalscheiding te promoten. We hebben hier een apparaat staan die een beetje duidelijk gaat maken wat er daadwerkelijk met uw GFT gebeurt. Het is namelijk zo, het wordt ingezameld. Het gaat naar een grote fabriek in Apeldoorn. En al dat compost, alles wat u weggegooid heeft, gaat in een grote machine. En het giste wat gebeurt, daar wordt biogas mee opgewekt. En het biogas, dat wordt omgezet in groene stroom. Momenteel al 4000 huishoudens die hiermee groene stroom krijgen. Dus ik zou zeggen, uw GFT komt goed terecht en ga zo door. De mobiele installatie trekt door de hele Utrechtse regio om op markten het belang van afvalscheiding onder de aandacht te brengen.